Voor Jong FC Utrecht begon het seizoen dit jaar 17 augustus. De uitwedstrijd bij Go Ahead Eagles verliep stroef. We werden helemaal overlopen. Het stadion en natuurlijk een paar jongens die nog hun debuut maakten. Die schrikken daar denk ik in het begin wel een beetje van. En dat is logisch, dat had ik in mijn eerste wedstrijd ook. Dit is een hoogstandje aan de kant van Eagles en het staat 1-0 in de 22e minuut. Het voorbereidende werk komt van een man die meekwam met Stegenman van Heracles, Navratil. En na 68 minuten voetbal, sterker nog na 69 minuten voetbal, wordt het 3-0. Uiteindelijk verliest Jong FC Utrecht met 5-0 en gaat het in speelronde 2 op zoek naar ereherstel. De tegenstander in stadion Galgenwaard, NEC. En hebben deze man, Momalahi, Coutinhonas, ja, toch FC Utrecht. Wie anders dan Nick Venema, ja, kijk dat ongeloof op dat gezicht. Dijkstra, Vida, Achebar, ja hoor, 1-1. Schitterende goal van Achebar. Diep, heel diep in blessuretijd lijkt de wedstrijd gespeeld. 1-1. Toch is er nog één lange bal voor de Nijmegenaren. Of wordt dit nog wat? Heeft Brake eindelijk geluk? Zo! En hij heeft het! Hij doet het! Natuurlijk was het voor de jongens een grote teleurstelling. Maar wij hebben met name de nadruk gelegd op de positieve dingen uit die wedstrijd. Die er ook absoluut waren. Wat ik zeg, met name in verdedigend opzicht. In vergelijking met 10 dagen daarvoor Go Ahead uit. In speelronde 4 speelt Jong Utrecht de allereerste officiële wedstrijd op sportcomplex Zoudenbalg. Tegenstander, de leeftijdsgenoten van Jong PSV. Op de rand van de 16 meter staat hij klaar, Jerdy Hilterman. En ook hij scoort zijn eerste treffer in dit seizoen. Jong PSV komt op gelijke hoogte, maar dan is daar weer de thuisploeg met het balbezit aan de rechterkant. Bij Mulder die bal uitgeweken en dan Venema. De wedstrijd lijkt na opnieuw een gelijkmaker in balans, 2-2. Totdat Jong Utrecht in de slotfase de allerlaatste kans krijgt. En de vrije trap bij Van der Velde. Van der Velde en Venema in de slotfase van de wedstrijd. Maakt hij het af? De 3-2, zijn tweede treffer van de avond. Het meest pijnlijke is om in de allerlaatste minuut te incasseren, zoals tegen NEC. Het meest fijne om hem te maken. Ja, dan delen we hem andersom uit. Die hadden we nog te goed. Een week later verliest het team van trainercoach Robin Pronk bij Almere City FC. De Flevolanders zijn met 3-1 te sterk. Voor Utrecht scoort zoals wel vaker. Het is een goal voor Venema. Ja, wie anders bij Utrecht? In de weken die volgen speelt Jong Utrecht 3 keer gelijk. Tegen Cambuur, MVV en Jong AZ. Bij FC Os wordt met 2-1 verloren. En dan breekt een duel aan wat het team een extra kick gaf. Het thuisduel tegen FC Twente. Voor het eerst in de geschiedenis dat Jong Utrecht tegen Twente speelt. Ja, dat is voor jeugdige voetballers fantastisch, zeg maar. We komen allemaal uiteindelijk vanuit een jeugdteam, A1, meester van Utrecht. En dat is heel anders voetballen. Daar speel je tegen leeftijdsgenoten, die zijn fysiek vaak hetzelfde als dat jij bent. En dit waar je nu tegen voetbalt, dat zijn mannen en ook nog met heel veel kwaliteit die jarenlang Eredivisie hebben gevoetbald. Op slag van rust kregen we een uitstekende kans met Velanas op 1-2. Maar in de tegenstoot glijdt een verdediger bij ons uit en is het 0-3. Ja, kijk, dan is met zo'n jong elftal tegen een ploeg als Twente, ja, dan is de wedstrijd halverwege wel zo goed als gespeeld. Jong Utrecht verliest met 1-6 in stadion Galgenwaard. Voor in ieder geval één man was het toch een persoonlijk succesje. En dat schot zit erin, ja. Dat doet Venema dan toch wel weer knap, zeg. Ja, het is duidelijk dat hij dat doet middels scoren. En zijn snelheid die hij heeft en zijn schotkracht. Ja, en dat moet je koesteren en dat moet je benadrukken. En daarmee, met die punten, kan hij denk ik uiteindelijk hier een eerste elftal speler worden. 1-6 eindigt het in de Galgenwaard. Een zeer overtuigende overwinning van Twente. Na nederlagen tegen RKC 3-2 en Roda JC 1-2... begint Utrecht vlammend aan het uitduel bij Sparta. En hier de voorzet van Venema en binnengelopen door Silasso. Nou ja, kijk, Sparta zat wel in de lijn van de wedstrijden die je net noemt. Bij RKC begonnen we uitstekend, kwamen we 1-0 voor. Tegen Roda speelden we op zich ook een ruim voldoende wedstrijd. Kwamen terug op 1-1. Hadden de wedstrijd naar ons toe kunnen trekken. Dus in die periode, dan heb je het over eind oktober, begin november, zag je wel dat het team in meerdere opzichten een enorme ontwikkeling maakte. Bij Sparta loopt het niet lekker. De fout is van Martiz. Dan denk je, deze wordt wel gemaakt door Malahi. Maar onbedoeld geeft hij wel de assist voor Venema.
Alleen op dat moment zie je ook weer de onvolwassenheid, de onervarenheid. Want ja, in 10 minuten kantelde die wedstrijd. De thuisploeg wint met 4-2. Dit was de laatste treffer. Buitenkantje voet, Lars Veldwijk. En nummer 3 van deze avond voor Lars Veldwijk. En dan wacht in stadion Galgenwaard het treffen met Jong Ajax. Een duel met een knotsgek wedstrijdverloop. Ja, ik ben daardoor een hoop mensen, zowel hier als in mijn omgeving, op aangesproken of over aangesproken. Ja, want de wedstrijd was natuurlijk ook live op tv. Dus ja, de mensen hadden wel genoten. En komt dan een 1-1 met Schuurs. Die is hij kwijt. De voorzet is goed en daar is het doelpunt van Venema. Maar hij mag wel naar Zo toe, lijkt me. Slordig ingespeeld. En daar gaat Venema alweer. Geen buitenspel. Wordt het meteen ook zijn tweede. Venema, ja, dat weet je ook eigenlijk wel. Kans nummer 5. Wordt dit dan zijn derde? Ja, dit is dan zijn derde. Na 90 minuten stond een 4-3 eindstand op het scorebord. 3 punten voor Jong Utrecht. Zij die erbij waren, zullen de wedstrijd niet snel vergeten. Absoluut. Ik denk dat wij die wedstrijd erg goed hebben gespeeld. En ja, de uitslag is 4-3, maar die had ook heel anders kunnen zijn. Zomaar 6-1 of... ja, we hebben flink wat kansen gehad die wedstrijd. Terwijl de jongens, en dat zegt ook wel iets over hoe ze erin zitten, niet eens zo super enthousiast waren. Hè? Omdat die ook het gevoel hadden van ja, er had veel meer nog in gezeten. Hè, dus dat tekent wel de ambitie en de mentaliteit, hè, van de selectie. Hè, dat ze niet zo snel tevreden zijn. In speelronde 16 krijgen de Domstedelingen bezoek van FC Den Bosch. De revelatie van het seizoen, de koploper. Ja, die kwamen hier vol gemotiveerd naartoe. Wij hadden ons goed voorbereid. En ja, een gelijkspel in die wedstrijd was natuurlijk een mooi resultaat. Maar goed, ook daar had nog meer in gezeten. Dit is aardig aangespeeld richting Arweiler. De Duitser, overgenomen van Borussia Dortmund. En daar is de 1-0. Silasso, zijn vierde van het seizoen. Als je ziet wat Den Bosch dit seizoen heeft gepresteerd, dat is... had ik van tevoren niet verwacht. Den Bosch vorig jaar presteerde veel minder. Nu natuurlijk een nieuwe eigenaar, veel nieuwe spelers. En ze presteren goed, maar ik denk dat wij tegen Den Bosch ook een goede wedstrijd op de mat hebben gelegd. En dat een 1-1 meer dan verdiend was. Die gelijkmaker kwam als volgt tot stand. Sapinen. In de 3 laatste wedstrijden voor de winterstop presteert Jong Utrecht alles wat kan in voetbal. Het speelt 0-0 gelijk bij Eindhoven, verliest met 2-0 bij Helmond Sport en het wint met 4-1 van FC Dordrecht in een duel waarin Jong Utrecht volwassen speelt. Ja, maar voelen we ook aan wanneer we in de wedstrijd even rust moeten pakken? Voelen we ook aan wanneer we even de bal in de ploeg moeten houden? Maar voelen we ook weer aan wanneer we juist snel moeten omschakelen? Al dat soort aspecten, hè, wat ik dan onder de noemer volwassenheid plaats, hè, zie je steeds beter worden. Hè, en dat zag je met name tegen Dordrecht, vond ik. In de tweede helft met Maarten Paas. Venema. 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 Wat heeft hij een snelheid? Venema. Het begon allemaal op eigen helft. En daar Nicky Venema. Nee, inmiddels verbaast mij dat niet meer. Ik weet dat Nick Venema verschrikkelijk snel is en dat hij... Nee, dit verbaast mij niet meer. Nee. In de lijn der verwachting. Ja, precies. En een assist voor een keeper? Ja, nou ja, dat zie je niet vaak. Hè, maar wij werken wel met onze keepers ook op dat onderdeel. Hè, en dat kan zijn middels een uitgooi. Dat kan zijn middels een snelle spelervatting met de voet. Dus ja, dan is dat mooi. Dat er dan op die manier een keer uitkomt. Junior van der Velde bepaalt de eindstand 4-1. Voor het Jong Utrecht dat als nummer 17 de winterstop ingaat. En dan doe ik met name ook een beroep op de achterban, de supporters. Dat er op die vrijdagavonden, ook op Zoudenbalg, toch ook nog wat meer belangstelling is en enthousiasme voor deze hele jonge jongens. Die al op gewoon volwassen profniveau aan het spelen zijn. Ja, ik denk dat we als team een stijgende lijn doormaken. En dat we dat middels punten... Ik denk dat we meer punten hadden kunnen hebben. Maar dat we het ook dus inderdaad ter vergelijking met vorig jaar wel laten zien. Maar ik denk dat er nog veel meer in zit. En dat de tweede seizoenshelft er zeker uit zal gaan komen.